Het aantal studenten aan de lerarenopleiding van de universiteit is verdubbeld in de afgelopen 2 jaar. Het studentenaantal van de masteropleiding steeg van 60 in 2008 naar 121 in 2009. Dit jaar is het aantal masterstudenten 125. Afgestudeerde masterstudenten mogen lesgeven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ook met de minoropleiding gaat het goed. Voor het 2e jaar op rij zijn 50 studenten aan de opleiding begonnen. Zij behalen een bevoegdheid voor het middelbaar onderwijs. Misschien is wel het belangrijkste dat we in de opleiding proberen om het vak en het ambacht van de leraar gewoon weer centraal te stellen. Leraar is iemand met een vak en een ambacht. Overal in het land gaat het goed met lerarenopleidingen, maar Groningen doet het wel beter. Studenten die bij ons vandaan komen zijn allemaal universitaire leraren. Die hebben in hun faculteit geroken aan de grenzen van het weten. Dat overdragen op jonge mensen in het voortgezet onderwijs, zodat ook die weer geïnspireerd raken om aan onze alma mater het eind van hun opleiding te vinden. De universiteit denkt dat het kabinet de lerarenopleiding niet fors laat bezuinigen, zoals in de rest van het onderwijs. De vergrijzing in het onderwijs is immers groot. Ik ben ervan overtuigd dat het kabinet heel goed in de gaten heeft dat we met een vergrijzing van het lerarenkorps te maken hebben. En dat er de komende jaren steeds meer oudere leraren het beroep verlaten. En dat er dus een enorme vervangingsvraag ligt. Ik denk dat ze de lerarenopleidingen wel met rust zullen laten. De universiteit vindt het belangrijk dat toekomstige leraren goed zijn opgeleid. Het Noorden heeft veel goede leraren nodig.